Hallo allemaal, ik ga vandaag mijn lunch voor morgen maken. Een wrap met knolselder als hoofdingrediënt. Ik heb al een stukje van die appel in staafjes gesneden. Goed citroensap opgedaan, zodanig dat uw wrap tot de volgende middag een beetje er deftig blijft uitzien. Kijk, als je een appelje, een kwartje, zo op zijn kant zet en dan in lange schijfjes snijdt, dan is het de makkelijkste manier om echt mooie staafjes te krijgen. Ik switch hem en dan up. Voilà. Zo. Voilà, voilà. Daar mag nog een klein beetje citroensap op. Zo. Dat is ook al klaar. Voilà. Een beetje proteïne hebben we ook nodig. Ik ga er voor de gelegenheid een beetje zalm bij doen. Nu, ik kan me voorstellen dat er sommige mensen zeggen knolselder, dat is niet mijn ding. Ik eet dat helemaal niet zo graag. Dat is nu toevallig van het seizoen. Maar je kan dat gerust vervangen door andere dingen. Hè. Je kan vervangen door Chinese kool, door witte kool, à la limite zelfs rode kool, die eventueel een beetje gemarineerd is, enzovoort enzoverder. Of gewoon sla, hè. Iets van ijsbergsla, whatever. Wat dat je graag eet. Als je niet graag groenten eet, dat is een probleem natuurlijk, maar goed. Dan steekt het vol van. Voilà, dan mag in lange reepjes. Ik ga ze misschien nog een klein beetje kleiner snijden. Voilà. En dan mag eigenlijk alles bij elkaar. Dus ik ga al mijn ingrediënten hier al bij doen. Voilà. Mijn appelje mag erbij. Dus dat heb ik misschien niet gezegd daarnet, maar op de geraspte knolselder heb ik ook al een beetje citroensap gedaan. Hè, om het verkleuren te voorkomen, want dat verkleurt nogal gemakkelijk. Mijn nootjes mogen erbij. En dan heb ik alleen nog mijn vinaigretje nodig. Daar heb ik voor nodig. Ja, kommeke. Nu, je kan dat ook meteen in je grote kom mengen. Ah ja, je hebt misschien gezien dat ik een hele grote kom heb. Dat heeft een bedoeling. Dat is veel makkelijker om alles te mengen. Als ik dat allemaal in dat klein kommeke moet mengen, dan ligt er meer hier dan dat er in mijn kom zit. Ik ga beginnen met een beetje yoghurt. Dus daar kun je ook nog in variëren. Hè. Ik heb nu in dit geval volle yoghurt. Als je zegt, ja, ik vind dat te veel, ik vind dat te vet, dan vervang je gewoon door magere yoghurt. Dan een beetje honingvinaigret. Nu, als je dat niet in huis hebt, dan kan je gewoon vervangen door mosterd, een beetje olijfolie, peper en zout. Hè. Voilà, dat is voldoende. En een beetje honing. Niet te veel. Juist, een klein tikje zoet te hebben. Oeps. Voilà. Even mengen. Ik ga daar toch nog een klein beetje peper en zout bij doen. Vooral veel peper. Een klein beetje zout. Voilà. En dan mag je erbij. En dan mengen we het geheel. En dan wil ik alleen daar nog een klein beetje peterselie bij. Ja, een klein beetje of een beetje veel, dat mag ook. Hè. Afhankelijk van hoe graag dat je het eet. Voilà, ik kom aan de kant. Peterselie snipperen. Ik zie veel mensen dat doen met een schaar. Dat is niet zo ideaal, want dan gaan je kruiden oxideren. Dus dat moet je niet doen. Een scherp mes, groot mes, is het handigste. Je zet gewoon, je kunt niet in je vingers snijden. Je zet gewoon de punt van je mes op de plank. Je vingers komen hier. Je andere hand blijft daar. En dan ga je eigenlijk een kwart cirkel maken. Dus nu ga ik eerst een beetje doen wat ik net niet gezegd heb. Dat maakt het makkelijker. Voilà. En dan ga ik mijn kwart cirkels maken. En telkens die peterselie opnieuw een beetje bijeenvegen.
soms lukt dat niet goed en vliegt die peterselie alle kanten uit. Dan maak dan gewoon je mes een klein beetje nat. Dan kleeft hij aan je mes en dan gaat dat veel makkelijker. Voilà, dat is voldoende voor mij. Dus dat mag er ook nog bij. En dan mengen we nog maar eens. Voilà, dan zijn we klaar om de wraps te gaan vullen. Dus je ziet, we hebben redelijk veel vulling. Die mogen goed vol zitten. Daar valt dan wel een beetje uit hier en daar, maar dat kan geen kwaad. Proberen van dat toch min of meer strak te doen, dat ze goed blijven zitten. En dan snij ik die meestal zo'n beetje schuin door, zodanig dat ze ook een beetje mooi presenteren. Voilà. Voilà. Voor thuis, eventueel met een slaatje of in de brooddoos, de lunchbox, als alternatief voor de eeuwige boterhammen met kaas. Smakelijk.